Amsterdam wordt geroemd om haar geschiedenis van openheid en tolerantie ten opzichte van nieuwkomers. Maar wat is er met die waarden anno 2017 aan de hand? En zijn die waarden, staan ze niet onder druk? Onlangs is er weer discussie over geweest. Maar we gaan daar nu hierover praten in Amsterpolis met de raadsleden Soufiane Barki van de Partij van de Arbeid en Samira Bouchypti van de VVD. Welkom allebei. Even voor de mensen thuis die u niet kennen of nog niet kennen. Meneer Barki, u bent nu 3 jaar in de Amsterdamse Raad. En u zegt, mijn thuis is Amsterdam, maar waar staat u thuis? Mijn thuis staat in Amsterdam Nieuw-West. En dat is mijn thuis. En eigenlijk is Amsterdam als stad mijn thuis. Dus als ik hier in de stad ben, dan voel ik me als een vis in het water. Dat is eigenlijk mijn stad. Heel duidelijk. Mevrouw Bouchypti, u bent sinds kort raadslid voor de VVD, voorheen duo-raadslid. Gefeliciteerd nog daarmee. Dank u wel. U ook. U zegt, ik ben Amsterdamse. Waar staat u thuis? Watergraafsmeer. Watergraafsmeer. Ik woon daar samen met mijn dochter van 4. En het is een waanzinnig, Amsterdam-Oost, een waanzinnig mooi stadsdeel. Heel veel groen, Frankendaal. Is gewoon voor kinderen leuk om gezellig om en fijn om op te groeien, absoluut. Goed, we gaan het ook over kinderen hebben. Nu we Amsterdam de hemel in hebben geprezen, gaan we nu even kijken naar de inhoud. Kinderen, wat is er gebeurd? Onlangs waren leerlingen van de islamitische basisschool As-Sadiq te gast in debatcentrum De Bali voor een bijeenkomst over hoe je kan debatteren met elkaar. Toen de kinderen met z'n allen mochten gaan dansen, verliet een groot deel van de leerlingen van de As-Sadiq school de zaal. Er waren ook kinderen van andere scholen aanwezig. Het dansen zou volgens deze kinderen niet mogen van de islam. En daags na het incident barstte er in Amsterdam discussie los. Of ik het goed heb geschetst, weet ik niet. Maar een van de mensen die daar heel veel kritiek op had, op het feit dat die kinderen de zaal verlieten, dat was u. Mevrouw Bouchypti. Ja, ik had geen kritiek op de kinderen natuurlijk. De kinderen zelf? Nee. Op dat, de school dat spreekt voor zich, ja, ja zeker wel. Ik vind het goed natuurlijk hè, dat die kinderen dat de school meedoet hè, aan zo'n debat te prijzen. Dat doen heel veel scholen, wisselen. Ook dus de islamitische basisschool? Zeker, want die horen gewoon hè, bij het onderwijs. Die horen ook bij Amsterdam. Maar ik heb me bijzonder gestoord. En ik vind echt ook dat ze het kwalijk kan nemen. Dat ze dan kinderen wegsturen. Of hè, dat kinderen dus niet mee mogen doen. Bijvoorbeeld aan dansen of niet naar muziek mogen luisteren. Dat vind ik ontzettend jammer en neem ik zo kwalijk, omdat dat ook een onderdeel is. Het was gewoon muziek, jongeren dansten. En, u neemt dat de schoolleiding kwalijk, dat de kinderen weggestuurd werden door de schoolleiding? Toen er gedanst werd. Toen er gedanst werd. Ja, dan mag je niet meedoen, want dat mag niet. De mensen van de school hebben gezegd, de kinderen wilden dit zelf. Ja, vast. Kinderen wilden dit zelf, dat kan de school zeggen. Maar je kan ook kinderen vertellen dat ze dit zelf willen en tussen hun oren stoppen. Dus de school is daar verantwoordelijk voor. En als ze zouden daar ook kunnen blijven zitten en je hoeft niet mee te dansen, dat is helemaal niet nodig. En je moet ook niet. Om dan de zaal te verlaten terwijl maar de anderen... Het gaat om die muziek, het gaat om hè, de sfeer. Andere kinderen en, dansen. Ja. Precies. Ja, maar dat kinderen dat zelf willen... Ja. Ja, je bent daar als school verantwoordelijk voor. Zij zijn minderjarig, et cetera. Maar u wil reageren, meneer Barki van de Partij van de Arbeid. Want het verhaal wat u nu schetst, dat hoor ik aan. Maar u had het in de krant ook over het feit dat we als stad een norm moeten stellen. Ja. Welke norm bedoelt u dan? Niet als stad. De norm is, hè, je doet gewoon ook mee tijdens zo'n bijeenkomst, tijdens zo'n debat. Vind ik het jammer, en ik heb het over de norm stellen, dat je dan gewoon ook meedoet. Ik vind het jammer dat kinderen dan weggestuurd worden. Er wordt gezegd, ja, ze wilden het zelf, maar dat is onzin natuurlijk. Want kinderen gaan daar niet over. En als ze mee willen dansen, dan doen kinderen ook heel graag mee. En de norm is gewoon dat je ook meedoet. En dat lijkt mij heel erg belangrijk om dat ook duidelijk te maken. Maar ze deden toch mee aan het debat? Ja, maar, dat is toch de norm? Maar het gaat mij nu even niet. De norm is dat het... Of wilt u zeggen, de norm is dat je in Amsterdam mee moet doen aan muziek? Maar wacht even. Laten we even mevrouw Bouchypti punt maken. De norm is dat je gewoon meedoet. Wat is er nou verkeerd aan dat je meedanst met andere leerlingen? Je maakt een onderscheid. We doen wel mee aan het gesprek. Maar zodra er muziek komt, dat is haram, dat mag niet van de islam. Dan gaan kinderen
of weg, of ze moeten weg, of ze wilden zelf weg. Maar ik weet zeker dat als kinderen de mogelijkheid hadden gekregen om daar te blijven, dat ze dan ook gewoon mee hadden gedaan. En huppelden en springen op muziek en dansen met andere kinderen. Ik vind de kinderen hartstikke leuk. En dat is de norm. Meer, u punt is duidelijk. Niet meer en niet minder. Dat is wat u betreft de norm, maar u ziet dat dan blijkbaar anders, meneer Barkie? Nee, want ik verbaas me namelijk over de toon die mevrouw Mujib de eerste aansloeg. Dat was namelijk veel, de norm die ik nu hoor, dat is niet de norm waarvan ik dacht dat ze die bedoelde. Maar kijk, ik denk uiteindelijk, iedere school in Amsterdam mag de keuze maken die hij of zij wil maken. We kennen in Nederland het concept van bijzonder onderwijs. Mm-hmm. Ik ben heel blij dat deze school meedoet hieraan. Ik ben zelf leerling geweest van een islamitische school. Dus ik weet hoe er onderwijs wordt gegeven. Ik weet dat het heel goed onderwijs is. Mijn reactie was eigenlijk niet zozeer gegrond op norm die je moet stellen als stad of als land. Mij ging het erom, ik als pedagoog zou een andere keuze gemaakt hebben. Je bent pedagoog? Ik ben leraar zelf. En Ik zou, als ik zelf met zo'n klas die kant op zou zijn gegaan, zou ik niet de zaal uit zijn gelopen. Maar ik begrijp. En ik verdedig ook de rechten van deze mensen om voor deze keuze te gaan. Maar ik zal hem altijd blijven discussiëren. Ik vind dat je op het moment dat je daar bent en je wil een keuze maken op grond van je identiteit, dan ga je hem anders invullen dan dat je uit een zaal loopt voor waar hele jonge mensen bij zijn. Precies. Nou ja, maar goed, dan zijn jullie het daarover eens. Maar dan wil ik het wat meer uitdiepen met u. Hoe kan je dan zo'n norm zo'n norm, als een school voorstelt, welke school dan ook, maar als een school voorstelt, gescheiden zwemmen bijvoorbeeld, kan ook een voorbeeld zijn, dan is de norm dat we gewoon hier in Nederland, hier in Amsterdam, samen zwemmen. Ja. We leven samen, we wonen samen, en dat betekent niet dat we een soort van apartheid gaan creëren tussen meisjes en jongens. Ik denk dat daar algemene consensus over is, maar mijn vraag aan u is, hoe kun je die normen dan afdwingen? Sommige normen kun je niet afdwingen, je kunt die kinderen niet dwingen. Of je kunt die school ook in het kader inderdaad van die vrijheid van onderwijs, als zij gewoon aan de wet voldoen, aan de regels voldoen. Maar je kan daar wel, je kan er wel mee in gesprek met zo'n schoolbestuur of met de docenten over bijvoorbeeld burgerschap en hoe je dat invult en op welke manier sommige dingen... kun je nu eenmaal niet afdwingen. En zeker niet als er binnen de regels en binnen het kader van het wet gehandeld wordt. Ja. Maar daarom moeten we daar wel over in gesprek gaan. En daar zijn we het ook over eens. Ja. Normen stellen in de zin van, ik zou het anders doen. Nou ja, dan gebruik je andere woorden. Maar het is wel de vraag waarom kinderen van elkaar gescheiden moeten worden. Dat zei die mevrouw ook in de krant. Mm-hmm. Ze zei, we doen het wel, maar apart. Nou ja, dat is niet hoe we hier met elkaar omgaan in Nederland. Nee, en helemaal niet als het gaat om kinderen. Meneer Mbarki, u zei ook van mevrouw Bouchipti die heeft hier aan een onderbuikgevoel gerefereerd met die norm al dan niet. Hoe ziet u dat dan, dat onderbuikgevoel? Dan komen we zo even terug op hoe u dat dan ziet. Nee, maar wat ik mevrouw Bouchipti hoor zeggen is dat het in Nederland normaal is dat we zaken gezamenlijk doen. We hebben heel veel zaken apart van elkaar geregeld. Ik kan me genoeg verenigingen bedenken waar mannen en vrouwen apart van elkaar sporten. Topsport doen mannen en vrouwen apart van elkaar. We hebben het hier over het onderwijs, hè? Nee, Barkie, dat moet u niet vergeten. Nee, mevrouw, ook in Amsterdam hebben wij een aantal middelbare scholen waar de jongens en meisjes apart gymmen. En ik zal u een geheimje vertellen, het is niet op basis van religieuze grondslag. Dus ik weet heel goed waar ik het over heb. Dus we moeten uitkijken door steeds de norm te gaan stellen. En dat vind ik dus die onderbuik. Je refereert aan iets en het is vrij selectief ook wat we doen. En dat is waarvan ik denk, van dat moeten we niet willen. Want waar het over zou moeten gaan, is dat iedereen in staat mag zijn om zijn eigen vrije keuze te maken. Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar dat je wel meedoet in dit land. Dat is de afweging. Maar we moeten niet gaan zeggen, je moet op deze manier meedoen en anders hoor je er niet bij. Want dat lijkt een beetje een vorm van assimilatie. Je moet gezamenlijk meegimmen, je moet gezamenlijk zwemmen. Ziet u dit, ziet u het als assimilatie wat mensen moeten doen of integratie met behoud van taal en cultuur? Maar dat hebben we al. Er wonen hier al Amsterdammers die hier geboren en getogen zijn, waarvan opa's, oma's, ouders een andere culturele of religieuze achtergrond hebben. Dus dat gaat er niet om. Maar je kunt niet zeggen, anders hoor je er niet bij. Nee, je kiest er zelf voor om er niet bij te horen. Als je zegt, dit wel en dit niet. Je kan het ook omdraaien wat u zegt. En ik wil helemaal niet dat mensen assimileren. Ik wil helemaal niet dat mensen... Ik wil niet dat mensen assimileren.
Nee, dat kan je ook niet verwachten. En je moet dingen ook niet inderdaad in het kader, juist in het kader van die vrijheid willen opdringen. Maar we hebben het hier echt over kinderen. Ja. Ik wil gewoon dat kinderen hier veilig, gezond opgroeien. Dat ze gewoon kunnen zeggen, ik ben Nederlander, ik ben Amsterdammer met een Marokkaanse achtergrond of Turks of welke, meer dan 100 nationaliteiten dan ook. Maar ik wil dat dat gewoon ook samen gebeurt. Hè? Die segregatie waar mensen zelf voor kiezen. Ja, die kan je niet, als we naar u luisteren, zeggen van, ja, wij mogen er niet bij horen. Nee, je moet ook die keuze zelf maken om te zeggen, ja, wij willen er juist wel horen. Maar dat kan niet als je het al bij voorbaat al gescheiden, dat is hier duidelijk gescheiden opgroeit. U wil daarop reageren? Ja, ik wil mevrouw Bezoek, die vrouw. Bent u eigenlijk aan het pleiten voor afschaffing van artikel 23, dat we af moeten van Joodse, christelijke en islamitische scholen? Want het lijkt net alsof u, kijk, voor uw beeld, in de stad gaan heel veel islamitische kinderen, die gaan gewoon naar een reguliere basisschool. En dat zijn ouders die een keuze maken om gewoon gezamenlijk te gymmen. Maar we hebben ook een deel van de ouders in de stad die zeggen, ik wil per se naar een islamitische school, want ik vind dat belangrijk voor de identiteit van mijn kind. Ja. Maar dat heeft ook de Joodse gemeenschap in Amsterdam. En we hebben nog een klein aantal christelijke scholen die op die lijst zitten. Dus wat zegt u eigenlijk? Zegt u nu? Want het verhaal klinkt natuurlijk heel het is heel groot, maar het gaat wel om een heel specifieke vraag. Wilt u af van bijzonder onderwijs? Nee, artikel 23a wilt u af. Ik kan daar een mening over hebben. En natuurlijk zou ik veel liever willen dat we met elkaar naar school zouden gaan. Maar zolang artikel 23 er is, hebben mensen gewoon recht op die vrije keuze. Om de vrije schoolkeuze. Precies, dus wat is in de het probleem, zin van, hè? Dus er is geen probleem als we het over artikel 23 hebben. Maar dat betekent niet dat je wel over burgerschap mag praten en over onderwerpen bijvoorbeeld als integratie mag praten en daar met elkaar in gesprek over mag gaan, over welke invulling daar wij over burgerschap ook voor de mensen, daar wordt in Amsterdam al over gepraat. Ja. In de zin van burgerschap wordt, dat is ook een verplichtend curriculum in de scholen momenteel. Mensen moeten leren, leerlingen moeten leren wat het is om in burgerzin te denken enzovoorts. Dus er gebeurt al heel veel in die zin. Wat kan daar nog iets meer op gebeuren? Of wat moet er dan anders? Dat is mijn vraag. Nee, het hoeft helemaal niet anders. Mm. Ik bedoel, in Amsterdam doen we het gewoon hartstikke goed. Ook in het kader van die burgerschappen. Scholen, ik kom op genoeg scholen, ook in Amsterdam. Ja. En ook in andere steden. Maar zeker in Amsterdam met die uitwisseling. Met kinderen en met studenten. Dat we met elkaar daarover in gesprek blijven, over wat we nou willen. Hè? Met de toekomst ook van deze jongeren. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Ik wil wel dat als er bijvoorbeeld problemen zijn, of als docenten zeggen, we kunnen geen les meer geven over de Tweede Wereldoorlog. Hè? Ik kan niet in de klas vertellen over homoseksualiteit, et cetera. Nou, dan moeten we daarover in gesprek blijven. We moeten ook niet alles, wat meneer Barkie graag doet, onder dat tapijt vegen. En er is helemaal niets aan de hand. Want er is ook wel zeker iets aan de hand. Wat is als docenten, als docenten zeggen, ik kan niet meer fijn lesgeven. Ja. Als het bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog, homoseksualiteit, seksualiteit, over de islam, over tussen feiten en meningen. Dan moeten we daarover in klopt. Gesprek gaan. Meneer Barkie, u als pedagoog, u kan toch ook weten, het is inderdaad een groot probleem dat in bepaalde scholen in Amsterdam. Ik heb helemaal niks het over onder tapijt schuiven. Dit is een beetje VVD-retoriek die altijd gebezeld wordt in dit soort discussies, want je moet het alsmaar kunnen benoemen. We moeten ook met oplossingen komen die er ook toe doen. Ik wil toch terug refereren aan die islamitische school en over het onderwerp burgerschap. Ja. Wat burgerschap eigenlijk inhoudt, is dat er sprake moet zijn van gelijkwaardigheid. En niet van op afstand gaan roepen, ja, de norm stellen. Nee, gelijkwaardigheid betekent ook, en dat is wat ik ook gedaan heb, ik verdedig de keuze van deze school en van die ouders. Maar gelijkwaardigheid betekent ook dat ik ze tegemoet en dat ik ga zeggen, pedagogisch gezien vind ik dat u een verkeerde keuze maakt. Dat is gelijkwaardigheid. Maar niet van op afstand gaan lopen roepen wat de norm is en vervolgens die norm niet goed uit kunnen leggen. Maar u kunt dat wel zeggen. Maar wacht even, u kunt dat wel zeggen. En dan zeggen die ouders, nou oké, fijn dat u dat zegt. En ik doe toch wat ik wil. Precies. Maar volgens mij hebben ze toch het recht om dat te doen? Of zegt u nu, dat hoort u mij niet zeggen. Alleen, ik kaas de bal hier even terug. Nee, maar het is hartstikke goed. Maar we moeten af van de periode, dat we in Nederland, u zei net, met behoud van eigen cultuur. Dat was een periode die we achter ons moeten laten. De periode van u doet niet mee. Nee, de norm is dat je meedoet. Mm-hmm. En dat je ook tegemoet wordt getreden op het moment dat ik vind als pedagoog, als individu, als raadslid of als onderwijs of als Amsterdam, dat ik denk van, meneer, mevrouw, goed dat u die keuze maakt, maar ik denk er toch anders over. Sterker nog, u zou een andere keuze kunnen maken en moeten maken. Maar in beide gevallen, u zegt normen stellen, u zegt in gesprek gaan met die mensen. Maar in beide gevallen, uiteindelijk komt het erop neer wat ouders zelf al dan niet voor hun kinderen willen. Nee, maar wat je tegen ouders wel zegt is leg het uit.
Leg uit hoe u tot die conclusie bent gekomen. Schoolbestuur, leg het eens uit. U bent onderdeel van deze gemeenschap, u hoort erbij. We gaan met elkaar in gesprek blijven en we gaan elkaar ook kritisch bevragen op het moment dat wij denken dat u een andere keuze had kunnen maken. Dat is de essentie. U doet mee en er is sprake van gelijkwaardigheid. En om terug te komen op het punt van het wordt niet besproken, niemand bagatelliseert dat. Er is in het onderwijs sprake van dat bepaalde onderwerpen niet besproken kunnen worden. Het is wel belangrijk om ook te kijken hoe komt dat. Ook een hele belangrijke. Oké, mevrouw Bouchip, die kunt u hierop reageren. Wat vindt u ervan als u dit zo hoort? Het is in principe toch constructieve houding. Nou ja, dit is... Eigenlijk geeft meneer Barkje mij gewoon gelijk, maar hij zegt het anders. Wat bedoelt u? Nou ja, we gaan in gesprek en we zeggen dan dat het niet goed is en het lijkt me niet verstandig dat. Nou ja, tijdens dat gesprek kun je ook zeggen... Het is niet heel erg fijn dat als je muziek en dans hebt, hè, met cultuur of met kunst. Want straks is het, ja, we gaan niet naar een museum, want oh jee, want dan zie je een blote vrouw. Of we gaan niet daar, want daar wordt muziek gespeeld en dat mag niet. Dat lijkt me niet goed. En tijdens dat gesprek zeg je dat ook. En dat doe je dan inderdaad soms normerend. Er is helemaal niks mis mee. Nee, oké. Okay. Dus u bent het eigenlijk met elkaar eens, maar dan wil ik toch nog naar iets anders kijken. Grenzen stellen, al dan niet. Er zijn groepen in deze stad die zichzelf in een hoek gezet voelen, gediscrimineerd voelen, al dan niet. Bijvoorbeeld waar het gaat om de politie, bepaalde mensen die sneller zouden worden aangehouden omdat ze een huidskleurtje hebben. Dat soort zaken. Hoe kijkt u daar tegenaan? U haalt uw schouders op. Nee, ja, de vraag is heel breed. Als u bedoelt, wilt u het hebben over etnisch profileren? Etnisch profileren. Oké, dan is dat duidelijk. Het zal ongetwijfeld zo zijn, sterker nog, heeft de politie zelf ook uitspraken over gedaan, dat het gebeurt, hè, dat de politie op basis van iemand, huidskleur of vanuit, of omdat hij Marokkaan is of Turk, wat dan ook, aanhoudt. Dat gebeurt, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar ik sta wel achter de politie en ik vind wel dat we achter de politie moeten blijven staan. Dat ze goed hun werk moeten doen. Uh-huh. En zodra er iemand het idee heeft dat hij op basis van niet op de juiste wijze is gearresteerd of wat dan ook. Dan moet er een aanklacht komen. Een aanklacht kun je ook indienen. En dan moet daar werk van gemaakt worden. Uh-huh. Maar dat er wel eens iets misgaat, dat geloof ik graag. Maar dat de politie structureel jongeren of volwassenen op basis van uiterlijk of culturele of religieuze achtergrond worden opgepakt. Nee, dat is niet zo. U ziet dat anders, neem ik aan, meneer Barkje van de Partij van de Arbeid? Nou, ik zie het niet helemaal. Dus ik denk met mevrouw Bouchip eens dat we natuurlijk achter ons politieorganisatie moeten staan dat ze hartstikke goed werk doen. Ja. En de politie heeft zelf ook toegegeven dat er inderdaad sprake is van etnisch profileren. Maar het verhaal is wat breder dan alleen maar etnisch profileren. We zien ook dat we in een stad als Amsterdam natuurlijk te maken hebben met een diverse stad, terwijl het politieapparaat niet zo divers is. Dus dat zijn allemaal componenten die ook een rol kunnen gaan spelen. Dus meer diversiteit, zeg maar. Ja, maar ik ben in oplossingen aan het denken. Als je etnisch profileren goed wilt tegengaan op een bepaald moment, dan zul je ook die interne politiecultuur moeten doorbreken. Dus het is geen, en dat is ook wat de politie heel vaak zegt, het is geen wit dan wel een zwart probleem. Het is een blauw probleem op dit moment. Het maakt niet uit wat je huidskleur is. Op het moment dat je bij de politie binnenkomt, heb je de neiging om toch op een bepaalde manier naar die samenleving te kijken. En met name achter bepaalde mensen aan te gaan waarvan je denkt van hey, die zouden wel iets wat kwaad in de zin hebben. Maar goed, mevrouw Bouchip, die staat de VVD ook voor etnisch profileren voor meer diversiteit binnen de politie? In de VVD staat voor gewoon goede politieagenten. Dus het maakt niet uit wat voor kleurtjes ze hebben? Dat lijkt mij niet. Maar het kan niet zo zijn dat in een stad als Amsterdam, dat Amsterdammers van Marokkaans of Turks of Surinaams of wat voor afkomst dan ook misschien wel bij de politie komen, maar heel veel uitstromen. Dan heeft de politie toch een probleem. Dan zou ik zeggen, denk daarover na, praat daarover. En ze zijn al heel lang bezig. De Amsterdam politie is zich daar ook van bewust. Ja. Dat die diversiteit zoals de stad eruit ziet, dat mensen in Amsterdam of Amsterdammers moeten kunnen werken en waarom ze niet willen werken bij de politie. Nou ja, ik zie weinig verschillen tussen waar je het over eens bent. Klopt, dit is niet iets waar we heel erg verschillend in zijn, maar ik denk dat het wel belangrijk is, de manier waarop je etnisch profileren tegengaat. Wat we natuurlijk wel hebben gedaan, waar de VVD het niet mee eens was, is we hebben in Amsterdam gepleit voor stopformulieren bij de politie. Stopformulieren? Ja. En stopformulieren, dat zijn formulieren die je als politieagent moet invullen op het moment dat je iemand staande houdt. Alsof ze niks anders te doen hebben.
Ja, maar dit is dus het verschil. Want alsof een Amsterdammer die gewoon de straat op gaat, zomaar aangehouden wordt, niets te doen heeft. Ja, en de politie gaat zo'n stopformuliertje invullen. Oh, wacht even hoor, want ik moet even stop. Want ik moet even een stopformulier. Nee, dat doe je. Je doet echt de politieagenten helemaal tekort. Niet. Nee, en je neemt ze niet serieus. En we willen af van de bureaucratie. Hè, die mensen werken al keihard. En dan moet je nog even tussendoor, doe maar even zo'n stopformulier. Ja. En waar we volgens mij ook vanaf willen, is discriminatie in ons samenleving. U vindt dat duidelijk een probleem. U bagatelliseert het misschien. Maar het is misschien niet voor niks in het leven geroepen. Hoe kijkt u dat tegenaan? Het is niet in het leven geroepen. Ik kijk er anders tegenaan. Dat is het. Ja. Ja, de ja, maar wat vindt u van die Amsterdamse jongen van een jaar of 18 die gewoon de straat oploopt en die gewoon meerdere keren per maand wordt aangehouden omdat hij eruit ziet hoe hij eruit ziet? U zegt tegen hem, ja, dat hoort bij het leven. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Maar alsof je met zo'n stopformulier dat tegen zou kunnen gaan. Mm. En daar moet werk van gemaakt worden. Mm. Hè? Als je dan aangifte doet, je kan ook aangifte doen. Dat kan tegen een ambtenaar in het onderwijs of tegen een politieagent. En dat wordt dan opgepakt. Je kan zelf je recht en daar nemen. Wordt werk van gemaakt. Dat kan in Nederland, dat kan in Amsterdam. Maar u gaat ervan uit dat structureel is en dat mensen, politieagenten, de straat op gaan. Okay. Ja, we gaan vandaag alleen maar Marokkanen vangen. Daar is geen sprake van. Voor u niet nodig, dat is duidelijk. Maar wat is dan wel de oplossing? Dat mensen meer zelf actie ondernemen als ze zich gediscrimineerd voelen door de politie? Ik vind wel dat de politie, en daar maken ze ook zelf werk van, daar ben ik van overtuigd, dat er discriminatie mag niet, maar dat mag nooit. Zeker niet bij de politie. Ja. Ze moeten zelf het goede voorbeeld geven. Maar dat daar intern over wordt gediscussieerd en over wordt gesproken, dat die bewustwording er ook is, ja, dat is goed. Anderzijds, burgers kunnen inderdaad niet zomaar opgepakt worden. En als er wel sprake van is, dan moet er werk van gemaakt worden en dan moet er opgetreden worden. Ja. Wie dan, tegen wie dan ook. We zijn door de tijd heen voor deze discussie nu al. We hebben er al veel besproken. Maar we danken in ieder geval voor de komst naar hier. En wellicht tot de volgende keer. Dank u. Graag.